Er komen zoveel ontwikkelingen op, op eigenlijk alle groene sectoren af, dus ook de bos- en natuursector. Die hebben gevolgen voor mensen die werken in het bos- en natuurbeheer. Hoe leren mensen nou prettig en hoe ontwikkelen ze zich? En zitten daar niet allerlei verschillen tussen? En kunnen we ook een beetje weg van het stigma leren is een opleiding met een diploma, en leren is in de schoolbanken? Kunnen we dat ook wat breder trekken? Welkom bij de podcast van GroenPakt in samenwerking met de sector Bos en Natuur. Deze keer praten we over groene personas. Ik ben Elsemieke Ruifrok, communicatie en Public Affairs adviseur bij de Federatie Particulier Groenbezit. En ik ga tijdens deze podcast in gesprek met Marije de Jonge en Laura Roebroek. Welkom allebei vandaag. Dankjewel. Uh, dankjewel. Marije, wil jij je even voorstellen van tevoren? Ik ben Marije de Jonge. Ik werk uh, met name uh, vanuit Kattenpult. En uh, daarin doe ik ook het GroenPakt arbeidsmarktprogramma. Samen met uh, Laura. En het GroenPakt, dat is eigenlijk een samenwerking. Een hele grote samenwerking lang, uh, jarig. Tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Groene Scholen. Um, en uh, de werkgevers, dus uh, nou ja, bos en natuur, maar ook uh, agrarisch, uh, food. Dus dat is echt eigenlijk van boswachter tot akkerbouwer en van landschapsbeheerder tot hovenier. Een heel breed domein, maar wel specifiek dat groen. Oké, okay, dankjewel. Uh, Laura, welkom. Ja, dankjewel. Ik ben Laura Roebroek en uh, ik werk aan een gezonder, duurzamer en eerlijker voedsel- en leefsysteem. En uh, dat doe ik de afgelopen uh, ja, 15 jaar vanuit uh, dat mensperspectief. Als je kijkt naar uh, de toekomst, uh, de toekomstige arbeidsmarkt, wat vraagt dat dan van vakmensen en professionals? Wat uh, moeten zij weten, wat moeten ze leren en hoe kunnen ze dat doen? En uh, ik ben uh, programmamanager van het uh, versnellingsprogramma Arbeidsmarkt van Groenpakt. Kijk eens aan. <laughs> nou, we gaan het vandaag hebben over onder andere levenslang ontwikkelen of levenlang ontwikkelen. Uh, Laura, kun je daar wat over vertellen? Ja, ik, um, dat is geen doel op zich, maar er komen zoveel ontwikkelingen op, uh, op eigenlijk alle groene sectoren af, dus ook de bos- en natuursector zowel um, qua wetgeving, Europese wetgeving, um, uh, de, de, de biodiversiteitswetgeving, Nature Restoration Law. Um, uh, nou ja, we hadden het in het voorgesprek al even over nieuwe pachtstelsels. Dat zijn natuurlijk allerhande ontwikkelingen. Die hebben gevolgen voor mensen die werken in het bos- en natuurbeheer. En dan heb je ook nog een aantal uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Um, zoals uh, het feit dat er uh, door corona steeds meer mensen naar buiten gaan. De natuur ingaan. Um, en dat uh, boswachters daar bijvoorbeeld ook taken bij krijgen. Dat ze veel meer vragen krijgen. Nou, al die ontwikkelingen die hebben echt gevolgen voor mensen die werken in bos- en natuurbeheer. En... Hoe leren ze dat en wat hebben ze te leren? En uh, hoe leren zij zelf eigenlijk het liefst? En Marije, hoe passen de groene persona's dan in het leven lang ontwikkelen? Nou, de groene persona's die hebben we vanuit het Groenpact uh, ontwikkeld, omdat we dus, omdat we heel erg zagen dat leven lang ontwikkelen is, nou, best wel een vage grote term. Er wordt veel over gesproken. Uh, bij mensen die bezig zijn met beleid, hè? dus branches, maar ook uh, um, uh, overheid. Uh, en we weten met elkaar wat allemaal belangrijk is, maar uiteindelijk zijn we ook heel erg gekeken. Oké, okay, maar waarom dan? Nou, dat schetst Laura net al. En het zit ook als je kijkt naar vanuit een werkgever: hè, dat zijn er eigenlijk hele uh, simpele aanleidingen om te zeggen waarom is dan dat leren en ontwikkelen continu? Dus niet als je klaar bent met je opleiding, uh, maar eigenlijk blijvend belangrijk. Dat is omdat je als je ontwikkelt gewoon een gelukkigere medewerker bent, allereerst. Maar ook wel, en juist in deze tijden... dat als je dit goed voor elkaar hebt als werkgever... dat je dan ook echt een aantrekkelijker werkgever bent voor nieuwe mensen. Um, en tenslotte, en dat sluit eigenlijk natuurlijk heel erg aan bij wat Laura zegt... maar dat de, ja, er zijn zoveel veranderingen, je moet wel. En het klinkt misschien als een cliché... maar het is echt zo dat de productiviteit uh, aan het dalen is. En dat, dat, dat komt ook doordat we ja, de kansen qua technologie... Uh, nog onvoldoende pakken om ook die productiviteit op peil te houden en de andere kant is alle maatschappelijke vraagstukken waar juist ook nou ja, ik denk ook juist de sector bos en natuurbeheer een, uh, een oplossing voor kan zijn en bovendien is het gewoon heel belangrijk dat we alle talenten blijven benutten en met name echt Basisgeschoolde um, uh, werknemers. Als we niet oppassen, vallen die buiten de boot. En het is gewoon heel belangrijk dat ook zij zich uh, blijven ontwikkelen. op een manier die bij hen past. zodat zij ook, um, dat zij ook in het arbeidsproces blijven. en dat zij ook uh, een zinvolle baan. en daarmee een zinvol leven houden. Dat is een hoog overthema. Er wordt veel over gepraat. Uh, en dus ook over medewerkers. Dachten wij, ja, leuk. maar moeten we niet eens kijken hoe die medewerker er zelf in staat? dus echt en dan niet zeggen wat moet er geleerd worden want daar kan je natuurlijk ook daar gaat het vaak over um, maar veel meer hoe nou ja hoe leren mensen nou prettig en hoe ontwikkelen ze zich en zitten daar niet allerlei verschillen tussen en kunnen we ook een beetje weg van het stigma leren is een opleiding met een diploma en leren is in de schoolbanken kunnen we dat ook wat Breder trekken. Dus dat is de reden dat we die groene persona's hebben gestart. Persona's is voor sommigen misschien heel ingewikkeld ook, want ja, niet, het komt een beetje uit de, de marketingkant, uh, maar het is eigenlijk, zijn het types van mensen die beschreven zijn eigenlijk als een mens, als een individu en die staan voor een grotere groep. Dus het leuke is dat je je daar altijd in herkent als je, bij die groene persona's. En in dit geval is het dus niet over, hé, hey, wat uh, wil iemand graag uh, kopen of. Uh, of wat voor wat gebruik ik voor social media, maar echt um, uh, hoe leren en ontwikkelen mensen zich in dat groene domein? Ik vind altijd heel mooi wat jij uh, uh, vertelt, uh, Marije. Het, het, het slechte nieuws is dat iedereen anders leert, dat iedereen andere voorkeuren heeft. En het goede nieuws is dat we eigenlijk wel verschillende segmenten kunnen aangeven. Dus er valt wel degelijk iets in groepen mensen te vertellen over uh, wat ja. favoriete leerstijlen zijn. En hoe komt Groen pakt dan achter die drijfveren van de werknemers in de sector bos en natuur? Nou, daar hebben we dus onderzoek voor gedaan. Dus we hebben dat echt al uh, serieus aangepakt met een bureau die daar veel ervaring in heeft. Uh, en daar hebben we ruim 2400 mensen zijn bevraagd. Dus gewoon kwantitatief onderzoek over hoe ze dat doen. En daarvan waren er ruim 600 uit dat groene domein. Dus met die data is er ook die vertaling gemaakt naar die vier types in het groene domein. En hoe zijn jullie dan gekomen bij die vier persona's? Nou ja, door te kijken van hoe zitten die mensen... hoe staan ze in hun werk eigenlijk? Dus is het voor het name om uh, nou ja, te voorzien in levensonderhoud... of is het ook echt erg een uh, zingevingsding? En het andere gaat meer over mobiliteit, de andere as. Je kan het zien als, uh, als twee assen. Is iemand heel vast, uh, op zekerheid gericht... of is iemand meer flexibel? En op die assen, en daar wordt dus ook... voor andere, uh, andere sectoren gebruik van gemaakt. En dan worden er net andere uh, namen aangegeven... of net een andere verdeling of een vijfde erbij. Maar hier kwam eigenlijk precies uit dat het een heel mooi... Uh, nou ja, heel mooie splitsing van vier was. En dat hebben we ook echt vervolgens getoetst met mensen uit de sector. Dus we hebben dat uit data gehaald, uh, daar ook echte verhalen aan gekoppeld. Um, en de bevestiging is ook uit de sector gehaald. Ja, ja en vooral ook gekeken van herken je dat dan? Hè? Um, uh, dus uh, dit onderzoek is dan heel breed gedaan. Dus uh, nou ja, dat is waar. Uh, en vervolgens met ondernemers uh, en werkgevers het gesprek gevoerd van, her, herken je dit nou? Um, als je deze segmenten hoort, uh, zie je dan iemand voor je in je organisatie en dat blijkt zo te zijn. Dus um, nou ja, dat, is wel, dat is wel mooi om te zien dat ook werkgevers denken van, oh ja, nee, die toegerichte aanpakker, uh, dat is Piet. Ja, want ik heb zelf ook de test gedaan natuurlijk ah, voordat ik hier kwam zitten. Heel goed, heel goed. En, en daar en... kwam uit dat ik een doelgerichte aanpakker ben. Dus ja. wat betekent dat eigenlijk? Ja. <laughs> nou ja, dat is, uh, um, Je hebt dus vier types. Eén daarvan is die doelgerichte aanpakker en die doelgerichte aanpakker. Dat is nou echt iemand die zou kunnen zeggen van, nee, hey, ik wil blijven groeien in mijn vakkennis uh, en ik wil uh, die vaardigheden die daarbij horen constant. Ontwikkelen. En daarbij heb ik ook echt een doel voor ogen uh, en ben ik echt gericht op inhoudelijke ontwikkeling. Ik ben juist het type die wel houdt van een certificaat, uh, de bevestiging en een gedegen plan om ergens naartoe te werken. Dus dat is een beetje een typering van de doelgerichte aanpakker. En de andere drie? Ja, dus dat is de doelgerichte aanpakker. Dan heb je ook de nuchtere doener. Uh, die houdt van structuur en regelmaat in, uh, in het werk. Um, die weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Uh, en doet zijn werk met veel plezier. En dat is, meer, um, dat is eigenlijk de enige die niet intrinsiek... heel erg gemotiveerd is om te leren en ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, en dat is eigenlijk het leuke... het is allemaal heel positief, uh, zijn eigenlijk alle types... Uh, zijn we hartstikke bereid om daar stappen te zetten... als je ze dat vraagt en als je dat in kleine stapjes opsplitst. En het zijn ook nog eens hele loyale types vaak... Dus dan heb je uh, de nuchtere doener. Dat is ongeveer 30% van alle, uh, uh, van alle me medewerkers in het groene domein. Um, en dan heb je er nog twee. En dat is wel leuk, want die komen ook uh, bij Bos en Natuur het meest voor. Oké. Okay. Uh, dat is de bewuste ontplooier. Uh, die vindt het belangrijk om uh, in zijn of haar werk... een positieve bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dat is ook wel grappig bij deze. Daar is ze uh, 55 plus... Doelgroep oververtegenwoordigd. Dus veel vaak denken: oh, dat zijn die jongeren die willen de wereld beter maken. Maar uh, nou ja, juist ook die doelgroep zit heel erg in. Kennelijk komt er ook wat zingeving met de jaren. En daarmee dus ook een behoefte om te leren en te ontwikkelen opnieuw. En ik denk dat in het groene domein zit gewoon heel erg die, die kans om buiten te werken en dingen ja. te doen. Ja. Um, ja, dat zijn hartstikke leergierige medewerkers. Die willen heel graag aan de slag met van alles, uh, persoonlijke ontwikkeling uh, en zo inhoud en zijn daarin. Uh, nou ja, kunnen een beetje alle kanten op gaan. Dus kan je ook heel goed. Uh, uh, nou, die moet je eigenlijk richting geven en een beetje vrij laten. Um, en dan heb je de ambitieuze carrièremaker. Die komt dus ook uh, relatief veel voor in, uh, in de bos- en natuursector. Dat is uh, nou ja, een zelfredzame medewerker. Sterk intrinsiek gemotiveerd. Uh, ondernemend ingesteld. Um, en heel erg belangrijk om uh, inhoudelijk te blijven groeien. Dus dat is niet iemand die heel duidelijk zegt: ook wil daar naartoe. Maar wel uh, met de nieuwe ontwikkelingen meegaat, uh, die je uitdaging geeft door ook buiten de organisatie uh, te kijken of in denktanks, in intervisiegroepen, breder dan zijn eigen werkgever. Dus zo, ja, zo schets ik ze even heel snel, maar we kunnen natuurlijk nog. Um, en het mooie is ook dat uh, dus je hebt, dit zijn eigenlijk typeringen van de mensen en um, uh, hoe ze in hun werk staan. En uh, elk van die persona's die vraagt ook een eigen soort benadering. Daar voer je een ander soort gesprek mee. De nuchtere doener... Um, die, die hoeft dus niet zo nodig... terug naar de schoolbanken. Dus daar zijn informele vormen van leren... heel erg belangrijk. Misschien moet je het helemaal... geen leren noemen. Het moet ook een beetje leuk zijn... Uh, als wij met elkaar... Um, wat kennis kunnen delen. Um, en uh, we hebben nog een nagesprek... bij een biertje op, uh, op vrijdagmiddag. Dit zijn echt manieren waarop die... Uh, nuchtere doener... Uh, wel graag leert. Maar laten we het... Alsjeblieft geen leren ontwikkelen of school noemen. Um, dus zo heb je bij elk van die persona's een, een ander soort gesprek en andere soorten leervormen die daar, uh, die daar heel goed uh, bij passen. En dan krijg je dus ook wat Marije net zei. Um, uh, ja, voor uh, die doelgerichte aanpakker die jij bent, die, die dus doelgericht wil leren, bijvoorbeeld. Um, in uh, bos- en natuurbeheer um, uh, worden heel veel uh, opleidingen rondom certificering gedaan. Um, en dat is dus vaak bijvoorbeeld omdat je met een nieuwe machine moet leren werken of omdat je een bepaald certificaat nodig hebt voor een bepaalde ontwikkeling. Uh, dat past heel erg goed bij die doelgerichte aanpakker. Dus ook vaak wat, uh, wat kortdurender. Um, nou ja, en zo heeft elke persona zo uh, zijn of haar eigen manier van leren en leervormen die daar uh, goed bij, uh, bij passen. Ik omschreef net die doelgerichte aanpakker. En dat ben jij dus ook, Elsemiek, zei je. Herken je het een beetje? Ik herken het wel een beetje, inderdaad. In de zin van dat ik mezelf graag blijf ontwikkelen. En cursussen en opleidingen blijf volgen. Dus um, daar herken ik me wel in, ja. Goed. En heb je, wat is het laatste dat je hebt gedaan? De laatste opleiding die ik heb gedaan was uh, een woordvoeringsopleiding. Of nou ja, een, een mediacursus, laat ik het zo zeggen. Tof. Ja. Leuk. En heeft een bedrijf dan... Baat bij om alle vierde persona's bij elkaar te hebben? Het is niet per se nodig om alle persona's in je organisatie te hebben om, een goede, om goed te kunnen werken als organisatie. Wat we wel zien is dat bijna alle organisaties wel alle soorten persona's in huis hebben. Dus waar we heel vaak horen: oh ja, die nuchtere doener, die wordt heel vaak herkend. Hè? Uh, die hebben wij. We hebben vooral nuchtere doeners. Uh, maar meestal hebben organisaties eigenlijk al die persona's wel. Uh, wel aan boord, ja. En hoe herkent een leidinggevende van en een, een medewerker uit de sector bos en natuur dan iemand binnen de personas? Nou, je, zei, je kan het natuurlijk op verschillende manieren. Wat wij al zeiden, hè, we hebben die gesprekken gevoerd met werkgevers en dan merk je dat mensen echt denken, oh dat is die, en dan eigenlijk wel weten. Um, maar er, wat ik ook steeds meer hoor is gewoon een test maken. Je zei het zelf ook al, je hebt hem ja. gemaakt en dan heb je gewoon eigenlijk in nou ja, vijf minuten weet je. Uh, Waar, waar je in zit. En dat kan je natuurlijk ook als werkgever doen. Kan je dat vragen aan je medewerkers om dat te doen. Maar als je gewoon even nadenkt over hey, hoe zit Piet in zijn werk. En je bekijkt de profielen. Dan kom je ook een heel eind. Of je gaat erover in een gesprek. Kom je maar ook het kan op? dus wel die test. Dus um, hij, um, hij is ook beschikbaar. Dus um, de, de werkgevers in uh, Bos en Natuurbeheer ja. kunnen ook uh, de test laten maken. Ja. En uh, het is wel heel leuk om dan, dan achter te komen ja hoe je in elkaar steekt overigens um, niemand past natuurlijk echt helemaal in een hokje hè? Ik wilde het is een net uh, ja precies <laughs> het is een model ja, het ja. is een handvat om naar de werkelijkheid te kijken dus uh, niemand zal helemaal precies in het ene vakje passen um, maar je hebt wel zo je voorkeuren en daar zegt het iets over dus het is echt een gespreksmodel het is niet om iemand een stempel op zijn voorhoofd te zetten en te zeggen van nou jij bent nu de ambitieuze carrièremaker en, en dit en dit en dit en dit en dit en zo gaan we het doen Um, maar je voert met een ambitieuze carrière-maker wel een heel ander gesprek. Namelijk, um, dat zijn vaak mensen die, um, die hebben ambities, die kijken al snel buiten de deur. We hebben ook werkgevers gesproken die zeiden: Oh ja, ja die, um, die zijn hier heel snel weg. Maar voor deze mensen helpt het bijvoorbeeld heel erg om inderdaad een kijkje te nemen bij een andere werkgever. Uh, en dan zijn ze niet direct weg. Nee, dan heb je ze heel erg de breedte geboden en uh, heb je heel erg kunnen laten zien, joh, wat. Uh, uh, wat is er nog meer? En dat nemen ze dan mee je bedrijf weer in. En kan iemand ook tussentijds veranderen van persona? Of ben je eigenlijk... Het is wel een beetje wat echt vanuit drijfveren. Dus ja, ja. dat zit echt in je. Natuurlijk kan het, maar... Het is heel erg wel vanuit ook de mens, de huidige medewerker, hoe die erin zit gekeken. Dus niet van waar moet ik naartoe werken. Sommige mensen gaan er toch ook een soort groeimodel. Oh ja. Maar wat ik al zei, het is allemaal waardevol. Dus van die, ook die vraag van moet je ze allemaal hebben? Nee, tuurlijk niet. En daar is ook niet, daar, het is ook niet ook ga nu werven. Ik werf nu een nuchtere doen of zo. Nee. Maar ja, diversiteit is natuurlijk super goed, überhaupt voor je organisatie. En er zit heel veel kansen ook om, als je weet van hey, hoe zit die verdeling, om ze in te zetten. Want zo'n bewuste ontplooier, dat is iemand die best graag naar buiten gaat, maar die is wel ook perfect om de kennis weer intern te brengen. Dus ik echt een teamplayer, is, hè? Een ja. bewuste ontplooier. Ja, en dan is zo'n nuchtere doener, die, heeft, die doet liever een beetje leren tijdens zijn werk en die kan weer dingen oppikken van zo iemand. Dus je kan er ook heel erg je voordeel mee doen. Ja, dus ik zou echt alle um, werkgevers, leidinggevenden ook wel aanraden om eens goed te kijken naar de mensen die je in je team hebt. En het is goed te kijken naar ja, wat makes them tick. Waar, uh, ja. waar slaan ze nou van op aan als het gaat om dat leren ontwikkelen? Want hoe we het ook wenden of keren, er, komen, er, er is zoveel verandering. Um, um, nou, we zeiden het net al, als je kijkt bijvoorbeeld naar boswachters, die dan uh, steeds mondiger mensen tegenkomen, ja. die steeds meer vragen krijgen. Hoe zorg je nou dat je mensen klaar zijn, dat ze antwoord hebben, dat ze deescalerend kunnen werken als dat, uh, als dat nodig is? En de ene medewerker wil daarvoor een, uh, een online cursus van een week doen. De ander wil graag een keer. Dit um, is, is dan bijvoorbeeld um, de ambitieuze carrièremaker. De nuchtere doener wil veel liever eens even meelopen met een collega en eens even horen hoe dat gaat. Uh, en de doelgerichte aanpakker packer, die wil misschien het liefst een tweedaagse cursus doen, certificaat erbij, mooi kan ik op mijn cv zetten. Het resultaat is. Altijd hetzelfde, namelijk dat iemand iets heeft bijgeleerd, zich zekerder voelt in zijn of haar werk en um, langer ja, plezier... ontwikkeld heeft. Ja, zich ja. ontwikkeld heeft en langer plezier houdt in het werk. Maar de benadering is heel anders. En ons pleidooi is um, als werkgever, als leidinggevende, kijk, verdiep je nou eens echt in de persoon die voor je zit en hoe kun je hem of haar helpen om te leren en ontwikkelen. En dat is echt niet alleen omdat je dan heel goed doet. Dat is ook echt omdat je dan ma het maximale voor je bedrijf eruit haalt. Dus het is ja. wel dat je op die manier duurzamer en betekenisvoller ook dat leren en ontwikkelen voor elkaar krijgt. En zo kan je dus ook heel goed kijken naar als je zelf opleidingsaanbod hebt of gewend bent om iedereen elke twee jaar toch wel naar die cursus te doen. Als je daar wat anders naar kijkt, um, dan kan je eigenlijk er veel meer uithalen. Dus het is ook wel echt nou ja, een slimmere bedrijfsvoering, denk als je dit goed inricht. Ja, en, de, en daarnaast uh, precies. Dus het is echt op individueel niveau van mensen. Het is op organisatieniveau. Um, en als je dit soort dingen weet... kun je ook veel beter je vraag articuleren... je vraag stellen naar aanbieders van opleidingen. Uh, want op dit moment uh, klotsen de online academies tegen de plinten aan. Um, maar de helft van de medewerkers... Uh, slaat helemaal niet aan op online academisch. Dus misschien kun je tegen een opleider zeggen van joh, um, kan het uh, een keer live in een workshop of kunnen we een keer een in-company training doen. Dus heel vaak is, het, is de, de inhoud van leermiddelen absoluut heel belangrijk. Maar kan de vorm, uh, of is die is, is, is dat goed? Maar kan de vorm, de manier waarop je het aanbiedt, enorm verschil maken. Dus het is ook een instrument om als werkgever, aanbieders van opleidingen en scholen. Uh, ja, om veel beter te kunnen vertellen wat je nodig hebt voor jouw mensen. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Ik heb een hoop geleerd. Is er nog iets wat jullie de luisteraars willen meegeven? Nou, ik zou vooral willen zeggen van benut dit. Hè. Het GroenPakt is er voor die brede groene sector. En vervolgens kan je daar uh, uh, je voordeel mee doen vanuit Bos en Natuur. Um, dat betekent dat je op groenepersona's.nl gewoon... Heel veel informatie vindt. En als je nou denkt, waar begin ik? Dan zou ik zeggen, maak de test. Kijk of je die medewerkers kan laten maken. En uh, download of vraag de poster aan. Dan heb je eigenlijk een hele uh, hapklare samenvatting uh, voor je neus en een uh, goede gesprekstarter. Ja, en weet ons te vinden. Want um, ja, we zijn er voor, uh, voor uh, alle groene sectoren. Dus ook de sector bos en natuur. En we, we helpen en denken heel graag mee over hoe je dit op een goede manier kunt implementeren bij, uh, bij werkgevers. Super, dank jullie wel. Um, dank ook voor het luisteren en of kijken van deze podcast. Zijn er nog vragen? Dan verwijs ik jullie graag naar de websites Groenepersonas.nl en wel. Dank je wel.